Hi, mijn naam is Guy Verbeek. En ik ben Sarah Hoefnagel. En je kijkt naar de video's die je al gezien hebt van Oranje Korts, nu toch echt naar de allereerste Burgemeesters TV. We hebben onze spullen onder het stof vandaan gehaald. En volgens mij gaan we vandaag iets leuks doen. We gaan vandaag aan de slag met iets wat vorig jaar niet helemaal goed ging. Klein beetje. Ja. De toiletten. We hebben dit jaar veel meer geregeld. En dat nieuwtje gaan we even vieren. Ja, we gaan vandaag op weg naar een bedrijf waar wij een Dixie gaan ophalen. Daar gaan wij straks onderling een challenge mee uitvoeren. En voor jou als kijker zit er ook nog iets in. Jij kan iets gaan winnen. En wat dat is, dat zie je later in deze video. Die mensen bij Boels moeten nou ook wel denken. Er komen denk ik twee mensen in oranje pakken binnenlopen. Ja, hi. Wij komen dus een toilet ophalen. Super logisch. Oh god, politie achter ons nu al. Echt? Ja. Oh shit. Dus nu zijn net aangehouden door de politie. Ik kan er niks aan doen, maar ik word gelijk helemaal nerveus hiervan. Nee, ik bijt je niet. Oké, okay, gelukkig. We dachten kenteken, maar het gaat echt gewoon om een kabel die ermee steekt. Maar Roy zit hier nu met de camera achterin en dat mag natuurlijk eigenlijk niet. Dat heeft hij nog niet gezien, want je zit hier goed te verstoppen. Oh mijn god. En het erge is, Roy, film je. Ja, ja. En het erge is, hij vraagt dus aan mij, pak je legitimatie. En die ligt zo naast Roy, ja. Achterin. Maar hij heeft gewoon niet gezien dat Roy er zat. Het kartonnen bordje vond u nog niet eens erg? Nee. Alleen het kabeltje moest even goed doen. Het ging even controleren of we wel dit gewicht mochten trekken. En ik was zo bang dat die portier zou gaan opendoen van de achterbak. En dat jij er zou zitten. Als een meneer de agent hier terugkijkt, sorry. Het was niet bedoeld, maar €280, dat is echt... Dat was ook niet bedoeld. Nee, dat was ook niet... Het is zo'n kut plan dit. Rij hier die mensen, wat moeten ze denken? Wat rijdt die jongen in zijn oranje pak met drie toiletten achter zijn bus? Let's go. We staan op de markt met onze Dixies helemaal versierd. En wij gaan er eens even een leuk spelletje mee spelen. Ja, het spelletje wat wij gaan spelen vandaag is dat we allebei 6 minuten de tijd hebben. En binnen die 6 minuten moeten we zoveel mogelijk mensen in het middelste toilet gaan krijgen. Hebben onze eerste bezoeker al gehad. De eerste bezoeker die komt al uit. Nou, die telt dus niet mee. En wat het idee is, is dat degene die de meeste bezoekers, de meeste gasten in zijn toilet krijgt, mm-hmm. die gaat dus winnen. Okay. Ik stel voor, we gaan een muntje opgooien. Wie mag beginnen? Degene met kop. Moet jij even de microfoon vasthouden? En ik ben munt. Dus jij bent kop. Ik ben kop, ja. Jij bent munt. Ja. En wie begint er? Kop. Kop. Klopt dit? Ja. Go. Munt. Nee, het is toch kop? Nee, dit is munt. Oké, okay, dus ik moet beginnen. Jij moet beginnen. Ja. 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 Nou, dat, daar zijn we heel snel uit. Oké. Okay. Succes. Ja, dank je. De tijd gaat in 3, 2, 1, go! Meiden, mag ik jullie iets vragen? Dat mag altijd. Ja, ik ben een soort van een opdracht met hem aan het doen om zoveel mogelijk mensen in een schoolreactie te krijgen. En mag ik jullie alsjeblieft vragen om met mij te proberen om het zoveel mogelijk in te gaan staan? Het is dus werkelijk waar ongelooflijk. We zijn dus net, ik denk 1 minuut van start, nog niet eens 30 seconden. En Sari haalt achter mij, dus gewoon serieus, een heel vrij gezellig feest binnen. Dat kan ik nooit winnen meer op deze manier. Ik moet bekennen, je hebt in 1,5 minuut heb jij dus 7 ja, personen in je toilet gehad. Ik moet wel bekennen, je hebt dus nog tijd om dit record te verbreken. Zo eerlijk ben ik dan ook door. Dus je mag nog door. Okay. Zit er nog een schoolklas of zo?
vragen? Nederlands? Ja. Which language? English. English. Okay. Well, we're doing a challenge and we're trying to get as much people as we can in the Dixies. It's clean. You want to help me? Yeah? Come. Where are you from actually? Italy. Italy. Ja, dachten dus werkelijk waar alles gehad te hebben. Had Saar gewoon binnen enkele minuten gewoon weer een hele groep toeristen binnen. Ja, het hele ding zit vol, dat is toch niet normaal. Ik vind het niet normaal hoor. Saar. 10,5. Ja, ik krijg een beetje buikpijn ervan, want ik weet niet hoe ik hier overheen ga komen. Je hebt nog ongeveer 2 minuten. Zeg je van ik ga nog door of laat je hem hierbij? Nee, ik laat het hierbij. Ja. Succes. Ja. Als je mij deze even timer aan jou? Ga ik de timer aanzetten. Oké. Okay. Reset. Ready? Dus ik moet meer dan 10,5 persoon erin krijgen. Oké. 3, 2, 1, go. Ja. Oké. Okay. Mijn 6 minuten die zijn dus ingegaan. Het nadeel is dat Sade dus heel veel in het toilet heeft gekregen. Het voordeel is dat ik dus nu sowieso weet dat ik meer dan 10,5 personen moet binnenhalen. Guy is ondertussen begonnen. Hij probeert mijn 10,5 te verbreken. Hij was erg zenuwachtig. Hij geeft nu natuurlijk weer een hele theorie aan het verzinnen hoe hij dat dan gaat doen. En ik zit een beetje te denken. Ik ga gewoon 11 mensen eerst verzamelen. En dan moet ik met die 11 mensen gewoon het toilet in. Dat is het verhaal. Ik ga hier beginnen. Guy heeft zijn eerste prooien. Zijn er een stukje of 5? Met 10,5 personen. Ik moet daar overheen. Willen jullie mij helpen? De eerste is niet gelukt. Ze waren zelf met hun eigen speurtocht bezig. Dus volgens mij gaat Guy nu richting de terrassen. Oké. Dit gaat slechter dan verwacht. Daar staat hij dan, onze held, midden op de markt. Een beetje aan zijn baardje te plukken wat hij in godsnaam moet gaan doen. Nee, maar ik moet een groepje hebben, Roy, waarmee ik kan beginnen. Gewoon even 5 man. Zo, hoe lang heb ik nog? Je hebt nog 2:20. Nee, niet waar. Ja, echt. Nee, rot op, laat zien. Nee, rot op. Kinderen, ja! Guy heeft zojuist mijn vorige tactiek gehoord, namelijk kinderen. Ik zie hem nu staan bij een groepje van, ik denk, een stuk of 7 kinderen. Hij had hiervoor 2 andere toeristen gezien die ook wel mee zouden willen helpen. Ik zie die ouders een beetje zuur kijken dat ze niet mee mogen doen. Goeiedag. Mag ik u wat vragen? Oké, shit. Hij heeft toch 7 kinderen bij elkaar gesprokkeld. Oké, daar gaan alle kinderen. Ze zijn wel echt heel enthousiast. Okay. De grote. Oké, hij is nu al over mijn record heen. En dat ding is gewoon nog half leeg. Dus ik denk eigenlijk dat Kai toch gaat winnen. Kijk dan. We zijn met z'n 12e. Nee. Ja. Ja. 12 mensen passen er dus in zo'n toilet. Ja, 12 kinderen. Maar waar het natuurlijk gewoon om gaat is dat we in principe dit jaar genoeg wc's hebben op Oranjekort. Ja, dat niet alleen. Aan het begin van dit filmpje zeiden we ook al dat jij iets kon gaan winnen. En wat dat is jouw eigen privé toilet tijdens Oranjekort. Heerlijk, lekker voor jezelf, lekker schoon, lekker fris. Dat niet alleen. Bij het toilet krijg je nog iets bijzonders erbij. En Saar, wat is dat? Een lekker flesje champagne. Dus voor iedereen die lekker prins of prinses heerlijk op een schoon dixietje wil zitten, dat kan. Ja, en daar moet je natuurlijk wel iets voor doen. Schuif eens even op. Sorry Saar, je moet natuurlijk nog even dat toilet uit. Ja. Wat is het precies wat je moet gaan doen om dat toilet te winnen? Als jij aan ons laat zien, op wat voor manier dan ook, een tekening, een filmpje, een heel mooi verhaal, dat jij Oranjekort te pakken hebt, dan ben je misschien wel de winnaar. Ja, en dat kan je natuurlijk naar ons sturen via Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, alles waar je ons kan vinden. En dan kiezen wij een hele mooie winnaar uit. Succes! Doeg!